Van de week. Dus niet de eerste en niet de laatste. Een nieuw gezicht dinsdagmiddag op Koppers den Hoorn. Zweedse jeugdinternational Hampus Findell tekent een contract bij FC Groningen voor 3 seizoenen. De 15-jarige Zweed heeft bewust voor een vertrek naar Groningen gekozen. They believe in me as a football player and I like the it's a family club and I like the sport things to have to do with the club. And I think it's I can take the next step. Findell komt over van Bromma Poikarna uit Stockholm. Bij deze club heeft ook Simon Tibbeling in de jeugd gespeeld. Net als Tibbeling is Findell een middenvelder die de bal graag wil hebben. Yeah, I like Simon. He's a good player. But I think he's more than I think he's more fighter than me. Because he has become strong and everything. But yeah, we have simply the same quality, I think. FC Groningen heeft er veel aan gedaan om Findell naar Nederland te halen. De scouting werd getipt door een oude bekende van de FC. We hebben een Nederlandse contact in Stockholm en die trainde Hampus en die informeerde ons. En die zei van, goh, dit is in ieder geval een hele interessante jongen. Is het niet eens een keer wat voor jullie om op stage te krijgen? Nou, volgens mij was Hampus toen 14. Before I didn't know FC Groningen, but I know that Robin starts here and Suarez. And I have a coach in Bromma Poikarna who was who trains me. He was from FC Groningen, René Bakkeus. So he told me that FC Groningen is a very good club. So they contact me and I was going here. Findell komt uit een echte sportfamilie. Zijn vader was ijshockeyer en zijn zus is profvoetbalster in Zweden. Zelfs zijn hond is vernoemd naar een voetballer. Yeah, it's a golden retriever. And it's named Zlatan because I'm a Zlatan fan. So it's very good. It's very cute. De Zweed voetbalt vanaf komende zomer voor FC Groningen. Dit zijn beelden uit 2010. De scouting heeft vertrouwen in de kwaliteiten van Findell. We hebben hem ook leren kennen, behalve als een goede voetballer, ook als een op jonge leeftijd al een aardige persoonlijkheid. Findell is het tweede buitenlandse talent dat FC Groningen contracteert. Met het technische projectplan 2018 Talenten op 1 wil de FC een groter rendement uit de jeugdopleiding halen. Wellicht zien we Findell in 2018 dus in het eerste elftal. Dat betekent dat wij de scouting ook wat verder hebben uitgebreid. Dat we de scouting wat meer in het buitenland laten kijken naar jonge talentvolle spelers. Waarvan wij denken dat zij voldoende potentieel bezitten om in ons eerste elftal te komen. Want dat is uiteindelijk de allerbelangrijkste factor. Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij de Zweed. Hij wil kosten wat het kost slagen bij FC Groningen. My goals for here is to help the club. And maybe come to the first team as soon as possible. And make points for Groningen and take the next step in my career. Okay. Yeah.